Ik sta hier dan buiten, even snel, met niemand minder dan Michael Mendoza. De man die zijn rechterstudie inruilde voor een DJ-carrière. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik ben net klaar, dus ik voel me goed. Het was echt superleuk. Het zweet staat helemaal op je voorhoofd. Je hebt het dak ervan afgegooid. Hoe vond je het om voor die kids te mogen draaien? Ja, het is de eerste keer dat ik op fris stond en ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest verwachten. Want ja, je weet, die kids zijn heel erg kritisch. Je moet gas geven. Dus ik heb mijn best gedaan, maar ja, ze gingen reageren echt super goed. Dus ik ben echt heel erg blij. Wat ik al zei, het dak ging er enorm vanaf. Hoe ziet jouw zomer eruit? Wat zijn je plannen voor de toekomst? Ja, sowieso, mijn zomer zit helemaal vol. Ik ga Mysteryland, Extrema, Solar, Indian Summer Festival. Ik ga alle grote festivals in Nederland doen. Ja. Dus ik ben echt hartstikke druk. En het plan is om dan na augustus naar Amerika te gaan. Dus ja. Dat zijn hele grote dingen. Kunnen we ook nog een album van je verwachten? Ja, mijn EP die komt in de eerste week van april uit, als het goed is. En sowieso komen mijn nieuwe twee tracks met Groove Fanatics. Die komen volgende week uit, met de Winter Music Conference. En ik heb nog een nieuwe plaat met Rowan Doors die op Defected uitkomt. Dus er komen genoeg mooie dingen aan. Je bent ontzettend druk bezig. Ja. Je moet nu ook weer snel door. Waar moet je heen? Ja, ik moet nu naar Markelo en daarna naar Culemborg. Dus, je hebt een hele drukke avond, ja, voor de boeg. Het wordt een lange nacht. Je manager staat te wachten, dus ik wens je ontzettend veel succes en bedankt voor dit interview. Ja, tot ziens, hè. Doeg.